En het zoete daar weer. Ja, de stelling nu. Dan mag ik Jong, Volkers en Alexander Konijn vragen zich gereed te houden. We gaan kijken. Heel Hofman was. Moet je vooral eens even kijken wie hier heeft gereikt, want de aanval is genomen door Miro Hofman, nummer 6. Daar komen ze helemaal vanuit het staartje en we zagen haar natuurlijk al komen. Wachten dan even, want het wordt natuurlijk wel een open wedstrijd blijven. En Hofman die is dus echt aan het doortrekken. Waterhuis gaat mee, dan kon hij voor de jaren van de Hulst erbij zitten onder 18 en een zoete. Dit gaat dus niet door, oké. Okay. Waterreus gaat niet door. En dan gaat de meisje van de Cordia die gaat een paar lengte nemen. En dan gaan we gelijk weer de reactie krijgen. Want we zijn er over met de Rijmakers. Maar de Rijmakers hier komt dichtbij. We zijn aan de tweede helft van de wedstrijd begonnen. Ja, Rijmakers springt door. Ook de Rijmakers hebben we gezien met de derde wedstrijd. En deed dat voortreffelijk. Ze kan dus wel denk ik heel hard rijden. Dat betekent dat de peloton niet al te lang zal moeten wachten op een antwoord te zoeken. Cordia is gewoon in de stad. Volgen of een antwoord te krijgen. Hier is nog in dat peloton een afwachtende houding. We gaan al onder de 10 ronden. We zitten al minder dan 2,5 kilometer van het einde. Wat gaat Rijmakers hier doen? Wat gaat Rijmakers hier klaarspelen? Het lijkt al bijna een halve ronde te zijn als ze nog 2 kilometer te doen heeft. Ja, en dan ga je hier niet alleen winnen, dan gaat het peloton verliezen. Want niemand neemt op dit moment het commando op zich, niemand neemt de verantwoordelijkheid. En dat vindt Mario Draakmakers natuurlijk helemaal geweldig om in de Cordia te denken. Blijf jullie maar wachten, dan rij ik ook weg. Het applaus mag voorlopig even klinken voor de Durval. Mario Draakmakers, keurig gedaan, meer dan een halve ronde. Want in de Cordia zit er nog steeds vooruit. Nog 7 ronden al. 7 ronden, hoe snel moet je dat antwoord hebben? We hebben al aan de overzijde Rijmakers voor de helft van de baan zien rijden. Dat betekent dus dat de achterstand absoluut nog niet veel kleiner is geworden van dat peloton. 6 ronden nog 1,5 kilometer op te doen. 1,5 kilometer op. Zijn ze in staat het gaatje van Bakker Peet zo'n 100 dan meter? Rijmakers lijken niet te verzwakken op dit moment. Lijken niet te verzwakken. Als we dat nou toch nog even klaarspelen, kunnen we terug naar de 5 ronden nog voor Rijmakers. 5 ronden, niet kijken, gewoon rijden. Als je gaat kijken, dan is het niet helemaal zoals het moet. Hier komt Fedra Klol. Hier komt inderdaad de 105 nog mee. En dan gaat Hammond Eurlsen mee, ook de Nederlandse kampioenen zich ermee bemoeien. Maar de Rijmakers moet nu alle zijden bijzetten van Fedra Klol. Nu voet ik. Kilometer nog, 1 kilometer. Drie ronden nog te gaan en er is een echte antwoord nog niet gevonden. Ze heeft nog steeds een hele grote voorsprong waar je maar een millimetertje nodig hebt om kampioen te worden. Dan zullen we volhouden. Laten we erover gaan kijken. Wilkom, die blijft nog steeds gaan. Nog steeds geen demarage van het peloton. Twee ronden nog te gaan als het goed is hier weer terug. Hier. Twee ronden nog. Rijmakers, waar ben je mee bezig? Waar ben je mee bezig? Ga je dan toch op deze manier een kampioenschap binnenhalen? Daar komt aan de buitenkant de naam voor de 5. Is het de laatste? Maar is dat nog op tijd? Kunnen ze Rijmakers nog tot de orde roepen? Het ziet er niet naar uit. Rijmakers nog één ronde. Nog één ronde. De bel klinkt. Ja, ze gaan het opmaken. Lijkt het voor zilveren brons. Meer zal het misschien niet worden. Maar aan de overkant, wees dat in de laatste bochten. Dat mag onder geweldig applaus hier binnengehaald worden. Maar de Rijmakers gaan hier kampioen van Nederland worden. Op de punt van de 14 binnen. En dan de tweede plek gaat hier naar 7 en 86 op brons. Betekent dat Amber van der Hulst en Merel Hofman gaan op mij zouden zitten. Onder voorbouw. Dit is de kampioen onder 14. Ze wordt al gefeliciteerd door de andere dames met een geweldige poging. De dames zijn zo dadelijk van onder de indruk dat ze niets meer voor ondernemen. Rijmakers, kampioen van Nederland.